We staan hier in de slingerruimte op Erve Peersen, waar een project wordt gerealiseerd voor zeg maar het Imenskoer, de bijenvereniging, in samenwerking met Erve Peersen. Ja. Zeg, het is een bijzondere locatie, hè? Ja, een zeer bijzondere locatie, een mooie locatie in de doorbraak, een ideale plek om een hele mooie bijenstal neer te zetten. Hoe gaat er nog meer gebeuren behalve die bijenstal? Nou ja, we staan nu in de slingerruimte, dus de plek waar zeg maar, straks de nieuwe imkers hun honing kunnen slingeren en samen kunnen komen. Maar er wordt natuurlijk ook educatie gegeven. De bedoeling is om scholen en alle andere mensen zeg maar, te informeren over de bijen die het zeg maar, nodig heeft. Ja. Namens de projectgroep, sinds 2 jaar ben ik imker. En een jaar geleden gevraagd door het bestuur van het Imenskoer of ik deel wilde nemen in een projectgroep om te kijken of we op Erve Peersen hier eventueel een bijenstal konden realiseren. Samen met Lia Hazelhoff, Neko Geerding, Aloy Timmerhuis die niet aanwezig is en Jurgen Voortjes vormen wij de projectgroep en vanaf het eerste moment dat wij hier kwamen waren wij meteen dol enthousiast over de locatie en de mogelijkheden die het hier biedt om een bijenstal te realiseren. Kunnen ze hier wel genoeg honing vinden, die bijen? Ja, zeker. De bij die kan wel zeker 5 kilometer vliegen om zijn honing binnen te halen. En daar wordt natuurlijk ook wat aan gedaan om in de toekomst te zorgen dat er meer biodiversiteit komt. Zodat de bijen hun honing kunnen zoeken. Moet er nog meer gebeuren of kan er nog meer gebeuren? Ja, we zijn al heel eind op weg. We hebben al aardig wat subsidies binnengekregen. Ook al bijdragen van consumenten door middel van een emballageactie. Maar we willen graag een hele unieke stal bouwen. Dus met een groen dak erop. Met wat zeg maar zeer duurzaam is. En daarvoor gaan we nog een actie ontwikkelen. Waarin mensen zichzelf, en dat is uniek, kunnen vereeuwigen op een RVS honingraad. En voor een eenmalige bijdrage van €100... sta je straks voor eeuwig op de stal en lever je nog een bijdrage aan de natuur en aan de bij.